President Chandrika Prasad Santokhi heeft een bezoek gebracht aan de raffinaderij van het goudbedrijf Kaloti in Dubai. De presidentiële delegatie, die verder bestond uit de First Lady, enkele ministers en parlementariërs, werd door de raffinaderij begeleid door onder andere Munir al-Kaloti, de topman van het Kaloti goudbedrijf. Hierover deelde de communicatiedienst Suriname, CDS, foto's op haar Facebookpagina. De Surinaamse delegatie kon bezichtigen hoe het bedrijf ruw goud tot goudstaven verwerkt. De Kaloti Group of Companies is een belangrijke speler in de economie van de Verenigde Arabische Emiraten. De presidentiële delegatie bevindt zich in Dubai, de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten, voornamelijk voor de Dubai Wereld Expo 2020. Tijdens het bezoek aan de Kaloti Goudraffinaderij ontving president Santokhi ook een oorkonde van de topman Munir al-Kaloti.